We werken hier nu heel uniek, ook samen met kunstenaars, om daar out of the box dingen aan toe te voegen en eigenlijk in discussie te gaan. Van die kunstenaars die meegedaan hebben aan de Canvas School, zijn er twee die willen verder meedenken. En dat is Ann Verstraeten en Stijn Dikkel is ook betrokken. Stijn Dikkel die werkt vooral met geluid. Ik vind het wel interessant dat iemand die bezig is met geluid ook zijn input kan geven aan het planningsproces. Elke stad heeft zo zijn geluiden. Als we nu kijken naar Oostende, hoor je natuurlijk de zee die altijd en altijd aanwezig is. Dat is eigenlijk zo de natuurlijke noise generator. Je hebt de meeuwen. Zo'n beetje voor mij de lachband van de stad. En dan heb je die vlaggenmastjes die constant het ritme aangeven, een beetje de metronoom of zo. Ik heb zo het idee, maar ik ben daar niet alleen in, dat alles wat we horen, dat dat eigenlijk één grote soundscape is, één grote compositie is, waar we eigenlijk allemaal een stuk in bijdragen. Iedereen is ergens op een bepaalde manier ook een geluidsspoor en in dat groter geheel. Op een zekere manier hoor je trombones, hoor je free jazz. En dan een auto die passeert op kasseisteen. Het is eigenlijk bijna een dromroffel die dat afrondt. Ik denk dat het accidentiële van het dagelijks leven heel veel in petto heeft. Een bepaalde auto vertrekt. En alsof zijn auditief staartje en geluid verdwijnt, wordt overgenomen door iets anders. Het plan van mijn jacht op geluiden is eigenlijk om een geluidencompositie te maken die enerzijds opgenomen is in de stad, maar die terug afgespeeld zal worden op het Groen Lint. Dus de mensen zullen eigenlijk vertrekken en zullen een rugzak meekrijgen waarin dat er een luidspreker ingebouwd zit en waarbij dat ze mijn geluidencompositie uit de stad zullen kunnen ervaren. Mensen horen in feite niet alleen de geluiden van de omgeving, maar ook de geluiden uit de rugzak. Ik hoop dat de mensen volledig hem kunnen zich onderdompelen in de omgeving. Maar ik hoop ook ergens dat wanneer dat ze de rugzak afzetten, ja, de rijkdom zien van hun omgeving, niet alleen visueel, maar ook auditief. Alors le son, c'est une des composantes extraordinaires. Pour moi, John Cage, c'est une figure vraiment irremplaçable de cette partie-là, du son. John Cage, il a voulu prendre les sons de la vie ordinaire et les amener dans la salle de concert. C'est-à-dire que c'est un homme qui dit qu'il n'a pas de plus grand plaisir que d'ouvrir la fenêtre à New York et d'écouter le bruit de la rue parce que c'est un son qui se répète jamais. I love sounds just as they are. And I have no need for them to be anything more than what they are. I don't want them to be psychological. I don't want a sound to pretend that it's a bucket, or that it's a president, or that it's in love with another sound. I just want it to be a sound.